Sorry, mam. Zo, ja. Je kunt hem indrukken. Hoe dan? Zo is hij in ieder geval smaller. Ja, zo kan ik. Leuk! Had je collega. Mooi, dan rij ik hem meteen zo door naar de stort. Nee. Laat hem gewoon even staan, Martijn. Ik vind echt helemaal niks. Wat ik net al zei, iedereen kijkt ernaar alsof het een soort lijkwagen is. God, dat maakt toch nou uit, man. Ja, voor mij wel. Laat die luid toch eens kijken. Je herkent de moeders meteen, hè? Ach ja, een kinderwagen is net zoiets, man. Zoek een old ding. Ja. Maar wel handig. Kom even mee. Zitten we hier naar rechts. Ik dacht, als nou een knappe jonge jongen in een rolstoel gaat zitten, zou dat er dan ook gek uitzien? Zal ik even iemand zoeken? Oh. Wel leuk. Ik heb opeens ook... Kun je het draaien? Weet je hoe je moet draaien? Eén ding. Oh. Ja, precies. Hier. Fuck, je kunt het ook gewoon. Wacht even. Hoe vonden jullie dat Pieter eruit zag? Laat het even weten in de comments. Martijn, hi. Jij adviseerde laatst dat ik wiet moest gaan gebruiken. Ja. Heb ik gedaan. En? Nog niet veel effect. Maar... Hoe heb je het gebruikt? In melk. Want dat werd ja, want dan wordt het warm en dan komt die THC vrij enzovoort enzovoort. Je moet gewoon een blootje gaan roken. Hoe weet je dat? Ja, dat heb ik heus wel eens gedaan. Wel eens gedaan? Nou, goed, ook wel. Sorry, mam. Ruud, heb jij wel eens drugs gebruikt? Nee, ja, gebloot, maar niet pillen koken. Hij gaat blowen, Martijn gaat blowen. Je hebt het al gedaan, maar het werkte niet. Nee, en jij hebt wiet in de melk gedaan, kom op zeg. Ik doe al soms vrijdag wel eens contrastvloeistof. Gewoon in mijn cola. Was jij een wilde meid vroeger? Dat vraag je aan mij persoonlijk. Het is een gewetensvraag dit, hè? Ik was heel braaf. Ja, ik vraag het omdat ik wiet heb geprobeerd, dus ik denk... Jij weet daar vast meer van. Ja, maar dat is wel in een lang vervlogen verleden geweest. Oké, ik zal het algemeen houden. Is het een aanrader om te ontspannen? Ja. Dat helpt heel goed, denk ik. Ook voor jou. Ik zou het zeker doen. Eventjes wat space cake leren bakken. Wist die al? Zal ik hem rijden? Ja, doe maar. Hij wil er niet in, hè? Ja. Schatje. Hallo. Oké. Lekker is anders, bedoel ze. Ja, nou ja. Oké. En nu? Die hebben we ook weer gehad. Hebben we nou alle Star Trek dingen gekeken? Nee, je hebt nog Enterprise. Oh.